Die Tim Hofman, hè? Ja, van het boos, van die BNN-vara. Dit zie je toch heel, heel ver van tevoren allemaal aankomen? Ja, zeg. Ja, die heeft een mazzel gehad, één keer, een uitzendingie, weet je wel, met die voice. En die hebben ze toen ontzettend op het schild gehezen. En die heeft bij zichzelf gedacht, ik ben het mannetje. Ja, die liep gelijk met zo'n ego rond. Die is in zichzelf gaan geloven. Haha, wat sowieso al bijzonder geestig is. Ja, en heeft zichzelf, nog erger, is zichzelf serieus gaan nemen. Haha, nog leuker, ja. Die Tim Hofman, ja. En die is zich daar helemaal na gaan gedragen. Nou, vrienden. En dan krijg je dus dit soort ontzettende ontsporingen. Nou, heb je dat gezien? Met die man, dat ging over een bordspel of zo. Met crowdfunding en dat soort dingen. En dan ging die me daar een foute toon aanslaan, zeg. Die Tim Hofman, nou, dat kon helemaal, kon van geen kant ook ouwe zeggen tegen die man. Ouwe, ik bedoel, je bent gewoon in gesprek. En die ging me daar los, zeg. En weet je wat het dan is, hè, vrienden? Dan is er dus niemand bij dat BNN-VARA die dan eventjes zegt van, ja, maar dit kan niet. Geen eindredacteur, niemand van de redactie, niemand van de productie. Helemaal niemand. Die dan eventjes naar kijkt en zegt, nou, maar dat gaan we niet uitzenden. Nee, dat gaan we even niet doen, zeg. Hier ga je eventjes ongelooflijk de fout in. Nee. Dit gaan we of helemaal weggooien, of we doen het helemaal opnieuw. Nee, dat doen ze niet hoor, bij BNN-VARA. Nee, want zij zijn het geweten van de wereld. Zij weten hoe wij moeten denken. Zij hebben het altijd bij het rechte eind. Zij zullen ons vertellen hoe het leven in elkaar steekt. Dat is BNN-VARA. En dat zit dus helemaal in die hele club verweven. En daarom is dit ongeluk ook gebeurd, want ze hebben het gewoon uitgezonden. Ja, en toen het uitgezonden was, toen hebben ze helemaal niks gezegd. En toen kwam er zo'n enorme lawine aan kritiek. Ja, en opmerkingen. Dat ze eindelijk na een paar dagen, toen kwam Tim Hofman toch maar eventjes vertellen dat het misschien niet goed gegaan was. Nou, met een soort van excuus, hou op zeg. Hou op. Gadverdamme. Ja. BNN-VARA.